Hopkeshuis is ook het verhaal van Eckert Hopkes en de ontwikkeling aan het eind van de 18e en begin van de 19e eeuw. Een verhaal dat volgens ons verteld moet worden. En om te beginnen bij onze kinderen, bij de jeugd, jullie. En daarom hebben we een stripboek gemaakt. Waarom staan we hier vandaag? Omdat vandaag het stripboek wat is uitgebracht over het Hopkeshuis vandaag aan de wethouder is aangeboden. Het allereerste exemplaar. Het is uitgebracht om aandacht te geven aan het stuk geschiedenis van Almelo en wat er gebeurd is rondom het Hopkeshuis in de 18e eeuw. En wat is er eigenlijk gebeurd in dat Hopkeshuis? Nou, dat huis daar hangt een muurschildering sinds de 18e eeuw en die is onaangetast. En dat willen we onder de aandacht gaan brengen. En waarom is het eigenlijk zo belangrijk om dat onder de aandacht te brengen? Om die jeugd ook vertrouwd te maken met, dat klinkt weer zo ouderwets, maar om kinderen ook vertrouwd te maken met geschiedenis. Dat Almelo wel degelijk een stuk geschiedenis heeft te laten zien. Wat vonden jullie ervan dat jullie hier in het gemeentehuis mochten zijn? Het is heel speciaal. Wat vinden jullie ervan dat jullie de schrijver en de tekenaar hebben ontmoet? Ja. Ja.